Een goedemorgen allemaal. En leuk dat jullie weer blijven kijken op mijn vlogkanaal Vandelaar 040. Het is bijna 7:15. Ik zit hier aan de Herbalife ontbijt. Dus dat zou wel goed komen. Het is mijn werkdag, eerlijk gezegd. Dus ik ga eventjes snel wat dingetjes klaarmaken. En niet te vergeten. Dat ik heel vlug straks in de auto moet stappen. Vanmiddag weet ik niet of dat ik meteen eerst naar huis kom, dan in de douche en dan ga sporten. Ik denk dat dat weer ik denk dat dat weer om 8 uur gaat worden. Maar goed, gisteren had mijn vader nog met mij gepraat over de Herbalife gebeuren. En hij vroeg of dat ik dit niet wou regelen in het nieuwe jaar. Dus Mike, als je dit berichtje ziet, dan voel je hem al aankomen. Vertraging op de lijn. Want mijn vader en moeder die willen volgend jaar Herbalife gebruiken. Tenminste als ze weer niet alles omgooien, want daar zijn ze goed voor in staat, moet ik zeggen. Dus volgend jaar wordt mijn vader en moeder Herbalife gek. Ja, fan van Herbalife wel te verstaan, hè. En ik blijf het toch zeggen, hoor. Die alu-drank. Het doppie. Daar zit papier binnenin. Maar ze kunnen dat beter weglaten. Maar goed, eventjes een tip voor deze jongen. Of een tip van deze jongen om de nieuwere variant zonder papier te maken. Want daar houdt deze jongen namelijk niet van. Ik heb heel die dingen weer gesloopt. Maar goed. Ik ga straks naar mijn werk toe. En ik zie al dat ik moet opschieten. Dus eventjes een hele korte vlogje in deze morgen was dit. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe mij een duim geven. Abonneer op mijn kanaal als jullie via YouTube kijken. En
Op Facebook mogen jullie gewoon mijn filmpjes delen. Hartelijk dank weer voor het kijken en graag tot straks maar weer. Houdoe!